Met dat investeren komt ook een rol. En die rol is gewoon dat je een soort manager bent. Je bent een adviseur. Je moet bezig zijn met spreadsheets. Je moet bezig zijn met adviseren. Je bent de hele dag onderweg. Je komt bij al die bedrijven. Maar ja, mijn tank was leeg aan het einde van de dag. Maar mijn persoonlijke energielevel was ook gewoon helemaal weg. Want ik was helemaal geen adviseur. Ik was geen manager. Ik was gewoon een ondernemer. Ja. Man achter het spectaculaire succes van drukwerkdeal.nl en zijn nieuwe bedrijf print.com. Marco Aarnink. Marco, hartelijk welkom. Dankjewel. Heb je wat met zo'n skybox sfeer, met voetbalstadions? Nou, met voetbal zeker. Ik heb nog een tijdje in de Raad van Commissaris bij Go Eagles bij ons in Deventer mogen zitten. Ja. Dus daar hebben we mooie herinneringen aan. Dus ja, dit voelt goed. Ja, ook om zaken te doen of vind je dat niet zo belangrijk? Nee, zaken ook zeker. Want sport heeft toch een echte gunfactor, hè? Maatschappelijke verantwoording. Dus veel grote deals worden bij op dit soort plekken gemaakt eigenlijk. Ja. Nou, begreep je dat je bent een druk bezet man, een echte workaholic. Tijd voor zo'n interview dan nog wel eigenlijk? Ja, dit zijn leuke dingen natuurlijk om wat te mogen delen met de rest. Ja. En je bent dus van Drukwerkdeal, dat hebben we nu al een paar keer gezegd. Wat het nou eigenlijk is en hoe het zover is gekomen, dat hebben we in een mooi filmpje gestopt. Dus dan laten we daar even naar gaan kijken. Hoe je in een paar jaar tijd een bedrijf dat begint op een zolderkamer uitbouwt tot marktleider. Het is het verhaal van Marco Aarnink en Drukwerkdeal. Zijn filosofie: investeren in mensen. WeCommerce noemt hij dat. Marco wordt uitgeroepen tot beste online ondernemer. In 2015 verkoopt hij zijn aandelen. Maar na een tijdje stapt Marco toch weer in drukwerk met print.com, waarmee hij de internationale markt wil veroveren. Ja, dat is wel een hele korte samenvatting van je carrière. Laten we het dan wel wat uitgebreider bespreken. Helemaal bij het begin, wat voor jongetje was je? Wat voor jongetje? Vrij druk, altijd bezig, altijd op zoek naar wat vertier en ook naar handel. Want ik was al heel jong ook bezig met geld verdienen, met wat omzetten, laat maar zeggen. Ja, en wist je ook al wat je wilde worden dan, of was het vooral handel en we zien later wel? Nou, het grappige is dat ik altijd al heel jong zei dat ik iets met ondernemen wilde. Dus daar keken wij naar op. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. En wij zagen natuurlijk ook de andere kant van de medaille. Hè. Mijn vader moest heel hard werken. Die was vaak 's nachts al weg. En ik zag dan ook mensen in het park, mooie auto's, mooie huizen. Dus dat, dat wordt dan vaak toch wel met ondernemers gelieerd. Maar ik wilde eigenlijk piloot worden. En dat was mijn droom, ook tot en met de HAVO. Ik heb economie gedaan met allerlei biologie en natuurkunde, van alles erbij. Omdat ik heel erg gefocust was om de pilootopleiding te gaan doen. Maar dat is het niet geworden. Waarom niet? Nou kijk, het was toen al wel een beetje voorspeld dat die luchtvaart slechter zou worden. Dus er werd mij geadviseerd door mijn decaan van joh, ga lekker eerst een papiertje halen en kijk dan verder. En dat deed ik. Ik ging small business studeren. Toch dat ondernemen, dat commerciële, wat ik ook erg leuk vind. Ik werkte op de markt, dus dat past ook heel goed. Ja dat, wat deed je op de markt? Ik verkocht gordijnen. Nou, als er iets niet makkelijk is om op de markt bij te verkopen. Dan sta je. Ja, dan zijn het gordijnen. Met je handen in je zakken. Dat is niet druk die dag. Nou, kijk, dit is de markt. Hè. De markt is eigenlijk een beleving. Dat is eigenlijk een theater. Dat zie je ook. Die marktkoopmensen die ontvangen je daar met een hoop bravoure. En op de markt sta je niet zozeer om je product te verkopen. Tenminste, wij niet met onze gordijnen. Want mensen komen niet naar de markt voor gordijnen. Die gaan een visje eten, die halen groente en fruit. Die willen een loempiaatje. Ja. Maar die willen vooral die beleving. Hè? Dat marktplein, dat theater wat zich daar afspeelt, die gezelligheid. Maar hier had je al wel een gevoel van, hey, dat kan ik wel verkopen. Nou, mijn werkgever gaf mij altijd mee van, joh, zorg dat je met al die mensen die voorbij komen, dat je een praatje maakt. Dat ze een gunfactor voor jou creëren. Want er komt een moment dat ze een gordijntje nodig hebben op mijn zolderkamer. En dan weet ze, die leuke jongen op de markt, die mij altijd aanspreekt over mijn hond, waar ik zo trots op ben. Daar ga ik mijn gordijnen halen. Ja. Maar het is niet bij de gordijnen gebleven. Nee. Het werden visitekaartjes. Ja. Hoe ging dat? Nou, mijn werkgever stuurde mij op pad. We hadden ook een winkel geopend. Dat was een probeersel. We waren ook erg ondernemend. Ik werd ook overal bij betrokken door hem. Ik zat bij ze thuis aan tafel te eten. De winkel open deden we ook echt samen. Ja. En hij zei, ga even visitekaartjes halen, want we moeten die winkel promoten op de markt. Dus ik ging naar een lokale drukker. Ik wilde daar visitekaartjes kopen. Ik werd daar slecht geholpen. Er was niet echt tijd voor die snotneus van 18. Maar bovenal was ik heel erg verbaasd dat zo'n klein stukje papier €150 moest kosten. Ja. Dus ik was eigenlijk heel erg bezig met die prijs en met de vraag van hoe kan dat nou? Waarom word ik en slecht geholpen en moet ik veel geld betalen en dan ook nog eens voor een paar kleine stukjes papier? Ja. En daar begon het avontuur van Drukwerkdeal. Op de zolderkamer? Ja, gewoon op de slaapkamer in die tijd nog. Ik woonde nog thuis. En we hebben een website in elkaar geknutseld en we gingen goedkoop drukwerk leveren, want ik had het idee dat daar wel vraag naar moest zijn. En dat sloeg gelijk aan?
Nou kijk, ieder bedrijf heeft drukwerk nodig. Ja. Dus één ding wist ik zeker, dat als ik het niet kon verkopen aan het bedrijf, dan was mijn verhaal niet goed. Want het product, dat zouden ze tenslotte gewoon nodig hebben. Ja, maar goed, je gaat verder met niet alleen visitekaartjes. Het wordt meer en meer, neem ik aan. Ja, ja kijk, op een gegeven moment kwamen wij erachter dat het productieproces, laat maar zeggen, de bottleneck voor de hoge prijs was. Heel simpel, wij gingen producten combineren. We verkochten maar één soort briefpapier. Dat was 90 grams papier. En doordat we heel veel orders kregen in één soort, hoefde die drukpers maar één keer aan te zetten voor al die klanten. Ja. Dus we hadden hele hoge volumes nodig om heel veel producten te kunnen gaan verkopen. Dus we gingen naar briefpapier flyers, naar alle producten die ieder bedrijf nodig heeft. En zo bouwden we ons productengamma uit met lage prijzen. Wel een hoge kwaliteit, ja. Want uiteindelijk is dat gewoon gebruikelijk. En je groeide heel snel. Hè? We gaan even met wat snellere stappen doorheen. Zo hard dat op een gegeven moment, hoeveel personeel had je? Nou, tenslotte, aan het einde van het verhaal, toen ik het verkocht in 2014, ruim 200 mensen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Staan ze? Daar staan ze, ja. Hele mooie foto, super trots op. Ja, maar toen wilde je het gaan verkopen of was je het helemaal niet van plan? Of begon het te knagen of werd het beangstigend misschien wel? Nou, dat is het met name. Ik was heel erg jong, ik was 28 toen ik het verkocht. Het bedrijf groeide maar en groeide maar. We hadden veel mensen, je hebt de verantwoording voor heel veel mensen. Je moet ze niet alleen hun salaris overmaken, maar je moet ze ook blij maken iedere dag. Want anders willen ze ook niet aan het werk, simpel. Ik vond het gewoon allemaal heel spannend. We moesten steeds meer zelf gaan produceren. Drukkerijen keerden ons best wel de rug toe. Die wilden niet allemaal zien gebeuren wat er in de markt gebeurde. Dat het verschoof richting online. Dus ja, daar waren hele grote investeringen voor nodig. En ja, ik vond het spannender en spannender worden. En besloot dat ik het kindje echt de wijde wereld in wilde sturen. Aan een internationaal bedrijf wilde verkopen. Die ambitie die we hadden ook echt wilde terugzien in dat bedrijf. En toen heb je het verkocht. Op 28-jarige leeftijd. Ja. Voor hoeveel? Ja, daar wordt van alles over geschreven, dus dat is wie Google wordt. Maar goed, laten we het zo zeggen, je was in één klap op die leeftijd miljonair. Ja, ja. Nou, dat is feest. Ja, dat zal je denken. Ja, ja, ja dat toch is, of niet? Nou, natuurlijk is dat heel even feest. Alleen het grappige was, ik moest nog een tijd blijven. Dus ik had niet heel veel tijd om te feesten, want het bedrijf ging gewoon door. Ja. En mijn werk stapelde zich net zo goed op. Dus. Maar goed, uiteindelijk werd je eigenlijk losgekoppeld van het bedrijf, had je er niks meer mee te maken. Toen ben je gaan investeren in heel veel start-ups en dat soort zaken. Maar dat beviel dat? Nee, kijk, het leuke is, of het minder leuke is natuurlijk, op een dag moet je dat bedrijf verlaten. Dan is er een maandagochtend, dan sta je op, dan hoef je niet naar je werk. Heb je niet meer 200 sociale contacten om je heen, heb je niet meer dat doel en die passie voor iets. Je hebt eigenlijk gewoon niks te doen. Iedereen is aan het werk. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Nou, dan wordt er over je geschreven dat je geld hebt, dan komen mensen op je af. En dan ga je investeren, want dan denk je, ja, ik hoor weer ergens bij, ik heb weer een doel, leuke mensen. Nou, ik noem dat zelf de emotionele investering, want de afloop daarvan die hoef ik je niet te vertellen. Was geen groot succes? Nee, dat was geen succes, absoluut niet. Later krijg je wat rationele investeringen. Je sluit je aan bij fondsen, je zit in de scale-ups. Maar ja, met dat investeren komt ook een rol. En die rol is gewoon dat je een soort manager bent. Je bent een adviseur, je moet bezig zijn met spreadsheets, je moet bezig zijn met adviseren. Je bent de hele dag onderweg, je komt bij al die bedrijven. Maar ja, mijn tank was leeg aan het einde van de dag. Maar mijn persoonlijke energielevel was ook gewoon helemaal weg. Want ik was helemaal geen adviseur, ik was geen manager, ik was een ondernemer. Ja. En dat ben je toen weer gaan doen? Ja, dan ga je toch kijken, waar zit die passie dan wel? Hè? Waar word ik gelukkig van? Waar zitten mijn contacten? Wie maakt mij blij? En dat was toch die printmarkt weer die begon te knagen. Want drukwerk is misschien niet het meest sexy product, zou je denken. Maar dat moment dat je een doos openmaakt met een product, met een foto van je kinderen, een naam van jezelf erop, dat is toch trots. Ik ben nu alweer aan het verkopen. Ja, ja, dat is trots. We gaan het zo hebben over dat nieuwe avontuur waar je nu weer druk mee bezig bent. Maar we hebben ook wat vragen van mensen die hier in de zaal zitten. En ik heb wat namen hier op mijn lijstje staan van mensen die jou graag een vraag willen stellen. En daar loop ik dan eventjes naartoe. Als het goed is hebben we een vraag van Raymond Kamp. Die zit hier, heb ik begrepen. Raymond, leuk dat je een vraag wil stellen. Ga je gang. Marco. Toen je ondernemer was, je 200 man, hartstikke goed. Op een gegeven moment ben je een transitie gegaan van ondernemer naar investeerder. Wat was nou jouw grootste uitdaging bij deze transitie? Mijn grootste uitdaging was misschien wel inhoud. Want je gaat naar die bedrijven toe, je bent investeerder. Ze verwachten niet alleen geld van je, maar ook gewoon wel kennis. Ja. En dan merk je eigenlijk dat als je de markt niet kent, je kent de klanten niet, je kent het product eigenlijk helemaal niet, dat je inhoudelijk helemaal niks kan toevoegen. Behalve geld investeren. Maar met alleen geld zet je geen onderneming op. Dus daar ging het ook mis. Ik bedoel, ik heb mijn verlies gepakt, uiteindelijk zelf ook. Maar je kunt niet op die manier ergens te werk gaan aan mezelf. We hebben nog een vraag van Hiefke Terbeest. Ga je gang.
Ja, Hielke is het. Oh, sorry Hielke. Dat was heel slecht opgeschreven. Ja, dat snap ik. Marco, je hebt in alle anonimiteit heb je drukwerkdeal kunnen opbouwen. Verkocht, succesvol ondernemer. Veel in de media, dus veel mensen kennen je. Dan ga je een nieuw avontuur aan met print.com. Ik kan me voorstellen dat je best onder een vergrootglas ligt. Hoe ervaar je dat zelf? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is wel een hele rake vraag ook direct. Kijk, wij beginnen weer opnieuw. En iets voor een tweede keer doen, dat wordt sowieso al onder een vergrootglas gelegd. Dat is ontzettend moeilijk. Maar als ze dan ook nog eens een keer alle ogen op je gericht zijn, dan maakt dat extra moeilijk. En voor mij is dat verliezen helemaal geen probleem. En weet je, als het wat wordt, dan ben ik heel erg blij en heel erg trots. Als het niks wordt, dan ben ik een hoop geld verloren. Maar dat geld maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar dat mensen dan weer verder over je gaan praten, dat raakt je iedere dag. Dat is het enige waar ik echt veel stress van heb, waar ik slapeloze nachten van heb. Dat het altijd maar die ogen zijn waar je voor moet opletten, laat me zeggen. Is dat echt zo? Heb je niet zoiets van, ik heb alles al bereikt, kan mij het schelen wat anderen over mij denken? Nee. Ik denk dat ik ook, laat maar zeggen, een bepaald niveau bereikt heb, omdat ik heel erg altijd bezig was met de mensen om me heen. Met mijn team, met mijn klanten, met alles wat erbij hoorde om mensen blij te maken. Marco, dankjewel voor nu. We praten straks uitgebreider verder, want we moeten even naar de reclame. Maar we zijn zo weer terug met het MKB Ondernemerscafé. Graag tot zo. Welkom terug bij het MKB Ondernemerscafé. Vandaag is ons café neergestreken in het stadion van AZ, het AFAS-stadion in Alkmaar. Mijn gast is Marco Aarnink, de man achter het mega succes van drukwerkdeal.nl en inmiddels ook print.com. Marco, waar we mee beginnen in het tweede deel zijn 5 korte vragen die ik aan al mijn gasten stel. De eerste vraag is, wat is voor jou een belangrijk boek geweest? Poeh, dat is een hele goede vraag. Misschien toch wel Sappos over echte klantbeleving, laat me zeggen. Dat is een heel bekend boek in mijn branche, laat me zeggen, online. Maar daar gaat wel in over dat je zelfs een pizza kan bestellen bij een bedrijf dat schoenen verkoopt. Ja. En wat sprak jij zo aan in dat boek? Want je hebt heel veel van dat soort managementboeken. Nou, om je mensen eigenlijk al heel vroeg mee te nemen in hoe belangrijk het is dat iemand ophangt en het gevoel heeft van, joh, dit bedrijf, ik hoef niet eens verder te zoeken. Hier ga ik gewoon vaker heen. Dat is een cadeautje dat ik dit bedrijf heb leren kennen. Volgende vraag. Wat voor horloge draag je? Op dit moment draag ik een Fitbit. Dus we hebben alle data natuurlijk van onze bedrijven. En we weten wat er allemaal gebeurt. Maar dat lichaam is eigenlijk het belangrijkste bedrijf wat je aan de gang moet houden. Dus ik hou momenteel goed bij wat ik doe. Of ik voldoende beweeg. En of niet de hele dag in mijn bureaustoel blijf zitten. Geeft hij ook nog de tijd? Of? Hij geeft ook de tijd, ja. Ja. Wat is de grootste fout die je als ondernemer hebt gemaakt? De grootste fout die ik gemaakt heb? Ik denk dat af en toe is dat je te snel reageert op dingen. En reageren is heel makkelijk. Ik bedoel, heel emotioneel vaak ook. Ik ben ook iemand die heel impulsief kan zijn. Maar ik heb best wel veel mensen daarmee tegen hun hoofd geslagen. Ik bedoel, soms is het goed als je even iets 5 minuten laat bezinken en dan terugkomt met een antwoord. Waar heb je het langst van wakker gelegen? Ik denk dat ik het langst wakker heb gelegen. In 2011 is onze site er een keer uitgeklapt. Toen waren we alle data kwijt. Ons Het complete systeem was weg, alle data was verloren. Het zou 8 weken duren om dat allemaal opnieuw terug te vinden. En toen hebben we echt 3 nachten doorgewerkt met alle mensen om dat weer draaiende te krijgen. En dat was een heel slecht vooruitzicht. En is het wel gelukt? Ja, gelukkig wel. Na 3 dagen kwamen we weer online. Maar dat is wel iets heel ernstigs geweest. Ja, echt een nachtmerrie lijkt me. Ja. Absoluut. Ja, dat gaat nou ook niet meer gebeuren met print.com. Zeg nooit nooit. Nee, want dit was ook iets compleet onvoorspelbaars. Ja. Iets wat 1 op de 10 miljoen zou kunnen overkomen. En dat gebeurde ons gewoon. Laatste vraag. Wat wil je dat mensen later over jou zeggen? Dat ik in ieder geval een prettige persoon was. Ja? Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Nee, je moet niet over mensen heen lopen. Ik denk dat heel belangrijk is. Je kunt veel geld hebben, je kunt veel dingen hebben gedaan, maar uiteindelijk is er maar één ding heel belangrijk, is dat je veel vrienden hebt. Heel mooi.